Goedemorgen! Ik kon gisteren voor het eerst eindelijk weer een beetje normaal in slaap komen. Ik heb voor het slaap gaan heb ik nog een extra, hoe zeg je dat? Portie. Een extra doos van het medicijn genomen. Dat mocht ook gewoon. En toen kon ik heerlijk inslapen. Oh, wat een opluchting. We gaan vandaag naar Ocean Park! Och, mijn stem is nog steeds een beetje gaar. Ik heb er zoveel zin in. Het is echt zo'n mooi park. Het is een combo tussen Dolfinarium en Six Flags. Maar het park zelf is zeg maar op twee bergtoppen. En daartussen heb je ook een kabelbaan en een achtbaan waarmee je over het randje zeg maar gaat van de berg en de zee onder je ziet. En je hebt een dolfijnenshow met de zee op de achtergrond, waardoor het een soort van infinity pool lijkt. En ze hebben twee panda's. Ik weet niet of ze die nog steeds hebben. Het is echt zo mooi en gaaf wat je daar allemaal kan doen. En ze hebben gewoon goede ritjes ook. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga nu snel douchen, opmaken, ontbijten en dan day full of excitement. Yay! En vanavond gaan we ook nog eens eten bij Aafke en Matthew. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb hun huis nooit gezien en ze wonen op de 34e verdieping. Dus het wordt ook heel cool. Wij zijn bijna klaar om de deur uit te gaan. Ik wil je even laten zien wat ik aan heb. Natuurlijk weer mijn rozenkrans. Because I love it. En ik heb een lichtblauwe maxi-jurk aan. Ik ben echt, ja, Ocean Park, hè? Blauw, ocean. Blauw. Nee hoor, grapje. Ik wilde gewoon heel graag deze jurk aan. Soms heb je gewoon van die dagen dat je denkt, ik moet dit aan. Dit gaat mij vandaag gelukkig maken. En dat heb ik dus met deze jurk vandaag. Hij is veel te lang, maar dat maakt niet uit. Ik hou hem gewoon vast als ik loop zo. Dat vind ik eigenlijk ook wel grappig dat je hem dan vasthoudt. Ik weet dat ik me daar zeker 100% aan ga irriteren. Maar I don't care. Ik wil gewoon deze jurk aan. Ken je dat? Steek je duimpje omhoog als je soms weet dat iets super onpraktisch is. Niet helemaal toepasselijk. You don't care. Je wil het gewoon aan. En dat ga ik dus ook doen met deze jurk. Hieronder heb ik een H&M crop top als BH. Zoals je ziet heb ik bijna geen boobs. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Vroeger had ik namelijk gigantische boobs. Ik meen het serieus, cup E. Je gaat het niet geloven, maar het is echt zo. En dat past gewoon niet bij zo'n klein lijf wat ik heb. Dus op een gegeven moment toen ik begon met mijn Victoria's Secret missie voor mijn 30ste. Als je niet weet waar ik het over heb, moet je heel veel van mijn oude video's terugkijken. Toen begon mijn boobs ook te verdwijnen. En ik vond dat helemaal niet erg. En nu heb ik bijna geen boobs. En ik vind dat gewoon heel mooi staan bij mijn lichaam. Niks tegen grote boobs of zo. Het kan prachtig zijn. Ik vind het fantastisch bij andere vrouwen. Maar bij mezelf vond ik het gewoon niet mooi. En het was ook eigenlijk helemaal niet handig met kleren. Want als je een klein maatje hebt en van die gigantische memmen, om het zo maar te zeggen, dan knalt het er zo uit. En ja, ik vond gewoon bij mezelf vond ik het echt niet mooi. Dus ik heb dit aan en dan met deze sandaaltjes, die vond ik er het mooist uitstaan. Ik weet het, ik heb net, ik geloof eergisteren gezegd dat ik niet van prinsessenlooks hou. Maar weet je, ik ben een vrouw, ik verander ook van gedachten. En vandaag had ik gewoon hier zin in. Dus dit is wat ik aan heb voor onze dag in Ocean Park. Oké, ik werd al maar 10 stappen gek van het vasthouden van de jurk. Dus ik heb hem bij elkaar vastgebonden met een elastiekje. Ah, ik vind het er nog wel oké uitzien. En ik ben matching met Stefan. Hij dacht ook, Ocean Park, blauw, ocean. Oké, change of plans. Stefan is terug naar het hotel, want hij voelt zich absoluut niet lekker. Hij was gisteravond al heel erg misselijk, omdat hij iets verkeerds had gegeten. Hij ging vroeg slapen in de hoop dat het vanochtend beter zou zijn. Vanochtend voelde hij zich nog steeds een beetje misselijk. Maar hij dacht dat het wel zou gaan. En toen we in de metro waren, toen werd hij ineens super benauwd. En kon hij eigenlijk echt niet meer verder gaan. Dus hij is nu naar huis gegaan. En ik heb ook tegen hem gezegd, schat, maak je geen zorgen. Want het is eigenlijk zoveel minder leuk als je dan in het park bent. En je voelt je helemaal niet lekker. En je kan er niet optimaal van genieten. Of nog erger, je bent daar 2 uurtjes. En dan ga je de hele boel onderspugen. En je moet alsnog naar huis. Ik moet eerlijk zeggen, vroeger zou ik heel, heel erg teleurgesteld zijn als ik me zo ergens op had verheugd en dat het dan op het laatste moment niet doorging. Maar ik heb van de mensen om me heen, zeker ook van Stefan, ook van mijn broertje Nadine, Masha, heb ik geleerd hoe je hiermee om moet gaan. Stefan was echt
tijdens mijn burn-out was hij zo engel. En dat is gewoon omdat hij gewoon zo in elkaar zit. Het kwam wel eens voor dat we een week van tevoren hadden gepland om ergens naartoe te gaan. En dat ik dacht echt dat het zou gaan. Had ik me helemaal aangekleed en 2 minuten voordat ik de deur uitging, stond ik echt bijna op janken van, schat, ik kan gewoon niet, ik ben te moe. En dan was hij altijd van, joh, maakt het niet uit, ga lekker op de bank liggen, het geeft helemaal niks. En dat was voor mij echt, ik weet niet, zo'n soort van openbaring dat mensen ook gewoon zo kunnen reageren. En mijn broertje, die is ook altijd super relaxed en nadien, wat betreft gezondheid, is hij echt een koningin. Als zij zich niet lekker voelt, blijft ze gewoon thuis en zorgt ze gewoon goed voor zichzelf. En als je het hebt over goede vriendschappen en hoe je hoort te reageren. Ik weet nog zo goed 2 jaar terug toen ik hier met Masha was. En we gingen een Chinees visum halen. Nou, daar heb je een paspoort voor nodig. En het duurde ongeveer van deur tot deur van mijn broertjes huis naar de Chinese ambassade. Duurde het 1/2 uur. En we komen daar aan en ik was mijn paspoort vergeten. Nou, ik heb echt vriendinnen gehad die super geïrriteerd hierover zouden zijn. Die echt zouden klagen en zeuren. Hoe kan het nou gebeuren? Je gaat naar de ambassade en dan weet je toch dat je een paspoort mee moet nemen. En ik vertelde het tegen haar en ik dacht echt, oh shit, nu gaat het komen. En ze begon gewoon te lachen en zei, ja, jammer, weet je, maar we gaan gewoon terug en het maakt niet uit. En het was voor mij ook echt, oh my god, zo kan het ook. Je hebt het niet altijd voor te zeggen hoe je vanuit jezelf emotioneel reageert op bepaalde dingen, maar je hebt het wel voor te zeggen wat je van andere mensen wil leren uit je omgeving. En ja, ik voel me gewoon gezegend dat ik zulke mensen om me heen heb waar ik zoveel van kan leren en waardoor ik ook een beter persoon kan zijn. Ik ga nu dus winkelen en dat Stefan en ik zitten wat dat betreft ook op dezelfde lijn. Als een van ons zich niet lekker voelt, dan betekent het niet per se dat de ander de hele tijd bij die persoon moet blijven. Ik ga nu winkelen, daar heeft Stefan ook sowieso niks mee te maken, is ook niet boeiend voor hem. Maar het is wel leuk voor jou en mij. Oeh, dit is trouwens de Sneaker Street voor de sneakerfans onder ons. Ja, hier achter mij is Converse, Palladium. Hier heb je Adidas, sportwinkels, allemaal all over the place. Echt super veel winkels met alleen maar kicks, om het zo maar te zeggen. Hier nog meer aan de overkant. Het is een hele straat vol met alleen maar winkels met sneakers. Daar Nike. Hier weer sportwinkel. Crocs zit er ook tussen. Wist je trouwens dat Crocs de allerlekkerste slippers ooit heeft? En dan bedoel ik niet die lelijke, zeg maar, Donald Duck schoenen. Maar hun gewone slippers zijn echt, oh, goddelijk. Daar nog meer. Het loopt allemaal door. Yes, Fayuan Street. Mijn favoriete plek in Hongkong om te shoppen. Je kan in mijn soort van tourguide van Hongkong van vorig jaar, kan je ook vinden hoe je op deze plek komt. Oké, ik moet hier echt weg. Dit is echt altijd de eerste winkel. Denk ik, nee. En dan na 3 winkels ben ik echt als een razende aan het graaien. En dan wil ik alles hebben. En ik heb dit allemaal al gekocht. En ik heb nieuwe slippers gekocht. Weet je, ik ga hier weg. Want anders gaat mijn reisbudget eraan. En dan kan ik misschien niet eens naar Thailand toe. Ondanks dat alles gewoon heel goedkoop is. Maar heel veel van hele goedkope dingen is ook heel veel geld. Dus ik ga nu nog heel even cadeautjes kopen voor mijn nichtjes. En dan ben ik klaar, dan ga ik terug naar het hotel. Kijk hoeveel adorable spullen bij elkaar. Ik ben echt gek op dit soort winkels. Ik kon helaas niet zo snel iets leuks vinden voor mijn nichtjes. Maar dat komt wel goed. Er zijn zoveel leuke dingen in Hongkong te vinden. Ik ben nu terug. Ik ga even checken hoe het is met Stefan. Kijken of hij zin heeft om te eten. Ik moet nu sowieso eten. Maar ik wil even kijken of hij mee wil. En dan, dan denk ik dat ik de rest van de dag gewoon even ga relaxen. Oh, trouwens. Ik heb nog een Forever Friends beursje gehaald voor Stefan. En als je denkt, why in godsnaam? Nou, zijn muntjes en zijn geld liggen echt overal. Omdat hij zijn portemonnee niet wil meenemen. En weet je, het valt uit broeken. Het ligt door de hele hotelkamer. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat hij allemaal geld kwijtraakt. En ten tweede, het is heel schattig. Hij wist eerst helemaal niet wat BFF betekende. En ik wou het niet zeggen. En hij kwam zelf niet op het idee om het te googlen. Dus ik heb hem, ik denk, echt 3-4 dagen ermee getortured. Nu allemaal andere dingen te verzinnen wat BFF zou betekenen. Echt best fried fans of zo, weet ik veel. Ik was gewoon echt allemaal random dingen aan het verzinnen.
En toen uiteindelijk was hij erachter gekomen. Nu zegt hij dus de hele tijd, wij zijn BFF's, hè? Wij zijn BFF's. Heel schattig. Dus ik heb, daarom heb ik een Forever Friends beursje voor hem gekocht. Heel cute. Doorzichtige jurkje van de Black Store gekocht. Hij komt ongeveer tot mijn enkels. En dit vet coole t-shirt met de handgebaren. Dan heb ik deze zwarte crop top met hier zo gaas. Ik hoop dat je het kan zien. En een open achterkant. Ik vind hem echt zo bruut. Daar kan ik echt alle kanten mee op. Hij lijkt ook heel vet onder die doorschijnende jurk. Ik was zo bang dat hij niet zou passen, maar wat ik vanochtend al vertelde is mijn hoops en een pasje weer kleinere topjes. Dus ja, daar ben ik ook echt heel heel blij mee. En dan heb ik ook nog een paar accessoires gehad. Deze ketting vind ik ook echt heel tof. Ik ben normaliter niet zo heel snel into de accessoires, maar deze vond ik wel echt erg cool. En dan heb ik een tas gehaald. Dit is echt leer. Ik was echt geschrokken, want hij kostte 20 euro. En het is echt leer. En het is het perfect, dit is het perfecte formaat wat mij betreft. Echt een beetje dat medium. Niet dat gigantische, want dan ga ik hem helemaal vol stoppen en dan breekt mijn rug. En dat kleine, daar past helemaal niks in. En deze, ja, en je kan hem aan je hand dragen. En je kan hem aan je, natuurlijk ook over je schouder. En over je schouder heen. Ha, hij is echt fantastisch. En dan heb ik kristalletjes gehaald. Ook voor de festival outfits video. Daar heb ik nog plannen mee. En een klein zakje voor mijn SD-kaarten. Die zocht ik nog. Omdat ze echt overal nergens liggen. En dit vond ik wel een erg schattig dingetje om ze in te doen. Mijn vriend neemt trouwens al deze spullen mee naar Nederland. Ik heb mezelf beloofd toen ik wegging. Dat ik in een aantal landen, waaronder bijvoorbeeld Zuid-Korea, China en Hongkong, mocht shoppen. Omdat shoppen mij gelukkig maakt. En ik vind dat als iets je gelukkig maakt, dat je het niet per se moet gaan laten omdat je met andere dingen bezig bent. Dus ik heb dat gewoon gebudgeteerd. Het zit in mijn budget dat ik in die landen mag shoppen. Dus dan is het gewoon een activiteit. En gelukkig heb ik deze tussenstop, zodat mijn vriend alle spullen mee naar huis kan nemen. En ik ze niet voor de rest door Thailand heen hoef te sjouwen. Stefan kan helaas nog steeds niet eten. Dus ik ben even zelf gegaan. Tofu en groenten. Super simpel. Altijd goed. Oh my god. Dit is helemaal geen tofu. Dit zijn wentelteefjes. En ze zijn niet zoet. Mijn mama maakt ze altijd zo. Ah. Oh my god. Ik kwam net de eettent binnen waar ik eerder met Stefan was. Er zaten drie mannen en hun ogen rolden nog net niet uit hun oogkassen. Wat is het geval? Dit is blijkbaar een boeiend décolleté. Wat ik al vanochtend zei, ik heb geen boobs. I don't care. Het maakt me niet uit. Het ding is, in China, en blijkbaar dus ook in Hongkong merk ik nu, wat ik nog nooit heb meegemaakt, mag je geen décolleté. Maar daarom dragen die meisjes altijd van die belachelijk korte broekjes en rokjes. Echt waar, soms zie je gewoon, al wanneer het rokje zo omhoog klapt, zie je gewoon hun kont. Maar ik had niet gedacht dat het in Hongkong zo erg was. Die gasten bleven maar staren. En ik kwam net de diner of het restaurant kwam ik uit. En toen waren gasten ook helemaal aan het staren. Ik had vandaag eigenlijk helemaal niet doorgehad in Mongkok of whatever. Maar dit was echt heel, heel, heel ongemakkelijk. Nou, dan weet ik dat ook. Dat dat in Hongkong blijkbaar ook soort van geldt. Ik was aan het editen en toen ben ik lekker eventjes in slaap gevallen. Al is het een half uurtje gewoon zalig. We zijn weer onderweg naar AFK Matthew. En deze slippers, even serieus, ze lopen zo goddelijk. Oh, ik ga wonen in deze slippers. Te lekker. Aangezien we bij Matthew en Afka gaan eten, vind ik het altijd leuk om iets mee te nemen. Dit keer is het een toetje. Ik neem een blueberry cheesecake mee. Een mango en coconut babycake. Chocolate babycake en strawberry babycake. Dan hebben we meer dan genoeg keuze voor ons allemaal. Kijk hoe gaaf. Dat is nog eens een balkon, joh. 39e verdieping. Super cool. En dit is het uitzicht vanuit de slaapkamer. Zo bruut. Hey, het is 2:30. We zijn weer terug op de hotelkamer.
Het was echt super gezellig met Afrika en Matthew bijkletsen over hun leven in Hongkong, over Nederland en allemaal dat soort dingen. Aanstaande vrijdag komt Afrika ook weer op mijn verjaardag. Ik heb je trouwens dat nog niet verteld. Mijn broertje en ik hebben een karaokefeestje. Vorig jaar werd ik 30 en toen hebben we een poolparty gehad. En dit jaar wordt mijn broertje 30. We zijn op dezelfde dag jarig, maar er zit een jaar tussen. Yes, nee, mijn ouders die hebben dat niet gepland. Het kwam gewoon zo toevallig uit. En dat vieren we aanstaande vrijdag met een karaokefeestje. En Afrika komt daar ook naartoe. Matthew heeft helaas andere plannen. Maar bijvoorbeeld ook Cynthia, die je in Jeju zag, die is daar ook bij. Dus ik heb daar ook heel veel zin in. Wij gaan nu lekker slapen. Dankjewel voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, please, 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 doe dat dan hieronder. Wil je nog meer travel vlogs zien, krijg je er geen genoeg van? Dan heb je hiernaast nog een andere aflevering die je alvast kan kijken. Ik zie je morgen weer. Doei, doei.